Gauw naar de dokter is onze nieuwe rubriek, waarin huisarts Christa Kortekaas vertelt over zaken uit haar praktijk, maar ook medische problemen van kijkers bespreekt. Hallo Christa, waar gaan we het vandaag over hebben? Hooikoorts. Is het seizoen al begonnen? Of, Ja, in februari zijn er al een paar warme zonnige dagen geweest en toen kwamen de eerste hooikoortsklanten al in de praktijk. Betekent dat echt zodra het mooie weer gaat beginnen, dan kun je er donder op zeggen dat dan de pollenellende begint? Door het mooie weer begon het hooikoortsseizoen wat eerder. Normaal begint het ook wel in februari, alleen nu nog vroeger in februari en ook behoorlijk erg. Want hooikoorts is eigenlijk een allergie voor de pollen in de lucht, het stuifmeel in de lucht. En het ontstaat zo gauw de bomen in de bloei gaan. Ja, dat was nu ontzettend snel. Heel vroeg dit jaar, ja. Ja. Gaat daar een verschuiving ook in plaatsvinden, denk je? Omdat het steeds vroeger mooier weer wordt. En we geen winters eigenlijk meer hebben. Ja, dat is een van de nadelen van het opwarmen van de aarde. Ja. Nu kunnen mensen van februari tot november hooikoortsklachten hebben. En dan verschilt het wel. In de eerste maanden zijn het vooral de pollen, het stuifmeel van de bomen. Daarna de planten en de grassen. Maar ik denk over 100 jaar dat hooikoortsklachten het hele jaar door gezien worden. Is iedereen gevoelig daarvoor? Nee. Sommige mensen hebben daar helemaal geen last van. En bepaalde families, bepaalde mensen, zodra er ook maar wat pollen in de lucht verschijnen, die krijgen kriebelogen, loopneus, hoesten, tranende ogen. En hoe kan je nou hooikoorts onderscheiden van gewoon verkoudheid of een griepje? Want we hebben ook net eigenlijk een beetje een griepgolf achter de rug. Hoe merk je dat verschil? Nou ja, het typische van hooikoorts is dat je heel veel klachten hebt als je buiten bent en eigenlijk geen klachten hebt als je binnen bent. En wat ook bij hooikoorts past is dat je op zonnige, winderige dagen het meeste last hebt. En als het een dag regent heb je helemaal geen last. En bij een verkoudheid heb je gewoon een dag of vijf last, wat het weer ook is, en daarna zakt het weer. En kun je hooikoorts tegengaan of moet je het onderdrukken op het moment dat je er last van hebt? Ja, het is niet te genezen. Het is een hele lastige kwaal. Niks ergs. Je kan er niet aan doodgaan. Het is vervelend. Het is hartstikke vervelend. Je kan het niet voorkomen, maar je kan wel met bepaalde medicijnen het een beetje onderdrukken. Want ja, wat een allergie eigenlijk is en wat hooikoorts ook is, is eigenlijk een doorgeslagen reactie van je afweersysteem. Dus je lichaam ziet die pollen, dat stuifmeel, als een vijand en die gaat slijm produceren en tranen produceren om ja, die vijand weg te krijgen. Dat is gewoon een hele overdreven reactie. Is het nog zo dat als mensen bijvoorbeeld heel gezond leven en heel veel vitamines tot zich nemen en echt super, super gezond zijn, dat die minder vatbaar zijn voor hooikoorts? Nee. Maakt helemaal niet uit. Hoe het precies komt dat mensen hooikoorts krijgen, weten we niet. Wel weten we dat het in bepaalde families veel meer voorkomt. Dus het zal waarschijnlijk gewoon iets erfelijks zijn. Gezond leven heeft er niets mee te maken. Zijn er huismiddeltjes tegen hooikoorts? Ja, we hebben sowieso veel tips voor mensen met hooikoorts. Buiten op zonnige, winderige dagen hebben de mensen het meest last van hooikoorts. Dus je zou kunnen zeggen, nou, op die dagen blijf ik toch een beetje binnenshuis. Helpt een zonnebril? Heel goed. Ook een goede tip. Dus als je naar buiten gaat, draag een zonnebril. Je was kan je beter niet buiten drogen, want dan gaan toch die polletjes in je was zitten. En heb je dus ook binnenlast van de pollen. Ramen dicht houden. Als je op vakantie gaat, kan je beter naar het strand gaan of naar de bergen gaan dan in het binnenland op vakantie gaan, want daar heb je ook veel meer hooikoorts. Als je het niet kan vermijden, die pollen, dan zou je bij de drogist zelf wat medicatie kunnen kopen. Heb je last van tranende ogen, kan je een oogdruppel gebruiken. Heb je last van een loopneus, kan je een neusspreetje gebruiken. Heb je van veel dingen last of kom je met een oogdruppel of een neusspray niet uit, dan kan je nog een anti-allergietabletje nemen. Want is het iets waar je voor naar de dokter moet? Mag altijd, maar hoeft in principe niet. Eigenlijk is het een beetje een zelfmedicatie. Nou, tegenwoordig kan je op internet heel veel informatie vinden. Vooral die site thuisarts.nl is heel betrouwbaar. Daar staat eigenlijk wat ik nu allemaal verteld ook nog even in uitgelegd. Mensen mogen natuurlijk altijd bellen naar de huisarts. En dan zal ik ze gewoon mondeling deze tips geven en wat medicatie adviseren. Maar de medicijnen waar de meeste hooikoortspatiënten mee uitkomen, die kan je gewoon bij een drogist of een supermarkt kopen. Merk je dat er veel mensen zijn die, als ze denken ergens last van te hebben, gaan googlen of op Wikipedia kijken, oh, dit is het. Ja. En dan daarmee naar de dokter stappen? Ja, heel veel. En vind je dat iets positiefs of juist niet?
Het kan allebei de kant op werken. Als je een beetje een bezorgde patiënt hebt, die denkt vaak gelijk het ergste te hebben. Maar soms zetten patiënten mij ook wel eens op een spoor waar ik misschien zelf niet in eerste instantie aan had gedacht. Oké, dus een beetje zelfhulp helpt daar inderdaad. Ja. Het lastige is, er heeft pas een heel artikel volgens mij in januari of zo in de krant gestaan. Met wat voor- en nadelen van het googelen. Je ziet als leek niet wat een betrouwbare site is. En dat is eigenlijk het belangrijkste nadeel. De manier is dus inderdaad ramen, deuren dicht en een zonnebril op en thuis blijven anders. Ja. En dan overleeft iedereen de hooikoorts. Dankjewel, over 2 weken ben jij er weer en wij ook met Gauw naar de Dokter. En heeft u een medische vraag die u graag behandeld wilt zien in ons programma, dan kunt u hieronder naar dit e-mailadres mailen. En dan zijn we er over 2 weken weer. Bedankt voor het kijken en graag tot dan.